Yo mensen van Noem Maar Gamen, leuk dat we weer kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Skyblock. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te maken. Hopelijk hebben jullie er al weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. De vorige episode zijn we begonnen met het maken van een plateau. En nu hoor ik heel erg veel mensen denken, Job, waarvoor heb jij nou weer een plateau nodig? Nou, ik zou zeggen, blijf lekker kijken naar de video en dan zul je er zeer waarschijnlijk heel snel achter komen. Of check even de vorige video van deze serie, dan weet je het ook. Want daarbij heb ik aan het eind uitgelegd wat ik precies van dit plateau ga maken. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal van een like knallen op deze video. Dat motiveert mij heel erg om door te gaan met wat ik doe. Oftewel dagelijks content maken voor Noem Maar Gamen. Dus knal even een like op deze video. Dat motiveert mij door te gaan met wat ik doe. En dan gaan we lekker beginnen met deze nieuwe episode van Skyblock met Job. Ik zei net Minecraft Skyblock, maar de serie heet Skyblock met Job. De serie waarbij wij op ons mooie blokske gaan survivalen. Super dope natuurlijk. En nou, het wordt in ieder geval super leuk deze episode. Ik ga het maar gewoon zeggen. We gaan hier een chest roompje maken. En ik zeg een chest roompje omdat we het waarschijnlijk wel een beetje gaan overdekken. Maar het wordt eigenlijk gewoon een soort van chestkamer. En dat wordt echt awesome. Dus wat we gaan doen. Ik heb hier allemaal slabs, heb ik net per ongeluk gemaakt voor de opname, dat ik dacht dat ik die nodig zou hebben, maar blijkbaar was dat niet zo. Dus wat we gaan doen, we gaan zeg maar hier allemaal chesten neerzetten. En die chesten gaan we hier allemaal neerzetten, omdat ik het een beetje ongeorganiseerd vind, om ze allemaal in het midden van mijn eilandje te hebben. Dus dat is zeg maar de reden waarom ik ze nu even ga verplaatsen. Oh my fuck! Kut! Spant de helft nu de weg in die cactus, dat zou echt heel erg lullig zijn, weet je, dat is dat gebeurd. Dat zou mij echt een heel partijtje lullig zijn. En voor de mensen die denken, Job, ga je het nu ook daadwerkelijk organiseren? Nee. Oh my god, dat klonk echt zo slecht. Nee, ik ga het niet organiseren, tenminste nog niet. Ik ga het nu even puur gebruiken, omdat het er dan net wat fatsoenlijker uitziet. Maar het organiseren, dat komt later wel. Dus wees niet bang, want het wordt sowieso een keer georganiseerd. Maar daar wacht ik nog heel even mee, dus... Oh my god, dat zijn echt van die dingen die ik echt maandenlang uitstel. En dan als het echt te laat is, dan zeg ik... Oh, was misschien wel handig geweest om het even te organiseren. Dat vind ik altijd zo mooi aan mezelf. Maar aan de andere kant is het ook alweer een soort van kut-eigenschap. Maar in ieder geval, ik moet ook nog even weg. Zo... Hoppakee, daar zat gelukkig heel erg weinig stuff in. Dus dit ga ik even allemaal hier in dumpen. Ik heb natuurlijk ook een lure 3 vishengel. Die eigenlijk helemaal niet helpt hier op mijn blokjes. Dus eigenlijk heb ik die voor niks gemaakt. Het is namelijk zo, wanneer ik 30 XP heb, mag ik een enchanting tepel spannen. En die mag ik dan gebruiken voor het enchanten. Maar ik mag ook elke keer, zodra ik een bepaald aantal XP heb, mag ik iets gaan enchanten. En ik heb toen toch met 15 XP een lure 3 vishengel gekregen. Of T10 XP. Waar ik achteraf gezien niet heel erg blij mee ben. Want ik heb er eigenlijk echt geen ene reden aan. Maar ja, weet je, je kan niet alles hebben. Dus ik ga er ook niet al te veel over klagen. Ik ga even kijken of ik hier wat hout heb. Dan kan ik in ieder geval even een nieuwe chest maken. Nee, ja, ik heb hier nog 4 chests. Kijk, dat is netjes. Zo. Ja, dit wordt een beetje moeilijk om symmetrisch te maken. Dus dan doe ik het maar even zo. Nice. En dan doe ik er hier nog 2. En dan doe ik er hier nog 2. En dan hebben wij in ieder geval een kleine chestkamer, om het even zo te benadrukken. Of ik dit ook daadwerkelijk ga overkappen, dat weet ik niet. Ik denk niet namelijk dat het echt daadwerkelijk nodig is. Want, ja, weet je, het is maar een chestplateautje, weet je. Het is niet zozeer een chestkamer, dus ik hoef het ook niet zozeer te overkappen. Onze carrots zijn alweer lekker wezen groeien, dus die gaan we allemaal weer even oogsten. Want die kunnen we natuurlijk gebruiken voor het breeden van de biggen, maar die kunnen we ook gebruiken voor het eten voor onszelf, als we een keer heel erg honger hebben of zo. En ik heb een beetje nekpijn, dus ik zit eigenlijk even te wachten op die knak. En ja, ik weet het, meestal zijn knaks nooit goed, maar zeg maar als je nekpijn hebt, dan zit je te wachten op zo'n knak die dan de nekpijn een soort van geneest. Best wel apart, want knaks zijn eigenlijk nooit goed, tenzij het met nekpijn is of tenzij het van die worstjes zijn. Ik weet niet of jullie die kennen, van die knakworstjes, dus een bepaald merk, weet je, best wel lekker. Dus knaks zijn nooit goed, tenzij het worst is. Dat is eigenlijk een soort van levensles in deze video. Oh my god, het is echt zo slecht. We hebben trouwens echt enorm veel carrots, zie ik nu. We gaan er even een stuk of 10 van meenemen, of een stuk van 5, dan kunnen we even wat biggen ermee breeden. Dus ik wil zeggen, let's go upstairs. En ik neem ook gelijk even een paar blokken mee, zodat ik in ieder geval heel even wat meer van dat jungle hout mee kan nemen. Want we hebben namelijk die saplings daarvan nodig om onze jungle trees door voor te zetten hier op mijn eilandje. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik zeg telkens eilandje, maar eigenlijk is het een blokje, weet je. Een eilandje, dat is met Minecraft Survival Island. Maar hier is het gewoon een blokje, om het even zo te benadrukken. Dus dan moet ik even onthouden dat ik niet telkens zeg eilandje. Want het is en blijft een blokje. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Ik heb hier al de eerste jungle sapling waar ik super blij mee ben. Dan hoef ik in ieder geval niet blij te zijn. Dan hoef ik in ieder geval niet bang te zijn dat de jungleboom gaat uitsterven hier op mijn eilandje. Zou natuurlijk wel een beetje jammer zijn. Oh shit, oké, hier, nice. We zouden in ieder geval een keer die cactus dye zouden we een keer kunnen gebruiken voor het maken van een groen armor setje. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst even een koeienfarm hebben, dus die gaan we snel een keer maken. Maar wat gaan we doen? Ik ga even kijken of ik wat meer acacia logs heb. Die heb ik namelijk als het goed is de vorige episode verzameld. Maar dat weet ik niet zeker. We hebben in ieder geval heel erg veel sterren. Dat is mooi. En we hebben voor de rest eigenlijk vrij weinig dingen die we kunnen gebruiken. Dus ik zou zeggen, let's go. En ik neem deze nog even mee, want die hebben we echt heel erg hard nodig. Over een tijdje moeten we echt even de sugarcane farm gaan uitbreiden. Wanneer ik daar tijd slash zin in heb. Want ik moet natuurlijk ook zin hebben om zulke shit te doen. Even kijken hoor. Jij mag hierbij zo. Of nee, jij mag niet hierbij. Ik heb ook gewoon echt fucking veel van die acacia saplings. Dat is echt gewoon niet normaal. Oeh, sneeuwballen. Leuk. Kijk, met sneeuwballen kun je echt leuke dingen doen. Je kunt natuurlijk op mond gooien, maar je kunt ook... Geen commentaar.
Dus een commentary, maar geen commentaar. Laten we verder gaan. Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval even kijken of we misschien dat plateau wat groter kunnen maken. Die heb ik namelijk sowieso nodig. En ik heb eigenlijk ook nog even wat acacia op zich nodig. Want dat heb ik namelijk nodig voor het maken van die acacia planks. En ik heb geen idee waarom ik die kapot maakte zo. Maar dat komt in ieder geval helemaal goed. Ik wil nog een keer een boom maken in Skyblock. Alleen daarvoor heb ik zeg maar 4 van die jungle saplings voor nodig. En die heb ik op dit moment nog niet. Dus daar moeten we nog even een klein beetje geduld mee hebben. Zag ik daar net... Oké, er is daar een suicidale big die we zo meteen even moeten gaan helpen voordat hij hier afspringt. Zou namelijk een beetje jammer zijn als hij zelfmoord pleegde. We hebben namelijk wel veel big alleen. Ik bedoel, big vlees is nooit verkeerd. En als hij zelfmoord pleegt, krijgen we daar zeer waarschijnlijk geen vlees voor. Omdat hij dan zeer waarschijnlijk van een heel hoog iets afspringt. En dan kunnen we hem jammer genoeg niet meer oogsten om het even zo te benadrukken. Zo. En wat gaan we doen? We gaan dus nu even naar boven. We gaan even die big vermoorden. Het zou namelijk een beetje jammer zijn als hij hier vanaf springt. En dat we dan zijn vlees niet krijgen. Want zijn vlees heb ik namelijk hartstikke hard nodig. Dus laten we even kijken of we dat kunnen fixen. Hallo, big. Nee, big. Er is zoveel om voor te leven. Wheat. Carrots. Het is er allemaal. Maar spring niet. Ik smeek je. Doe het niet. Kun je niet shift upstairs? What the fuck? Sinds we... Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Die big die heeft mij nu gewoon technisch gezien vermoord. Oh, gelukkig heb ik niet heel erg veel stuff bij me. Waar was het nou gebeurd dan? Huh? Hier toch? Ja, daar. Oké, nice. Oh my god. Oh, ik ben zo lucky. Het is er echt allemaal letterlijk naast gevallen. Oh, wat ben ik lucky, jongens. Mijn carrots heb ik weer aan mijn eten. Kijk, daar gaat het om. De rest boeit me niet zoveel. Want een paar van die tools, weet je, die krijg ik ooit nog wel terug. Ook al is het natuurlijk wel jammer dat die nu weg zijn. Maar holy shit, jongens en meisjes. We zijn zo lucky dat we niet in één keer, zeg maar, al onze spullen kwijt zijn geraakt. Want dat zou echt een partijtje lullig zijn geweest. Dus in principe heb ik niet heel erg veel te klagen. Maar het is natuurlijk wel jammer. Dat moet ik in principe wel weer bekennen om het even zo te benadrukken. Laten we in ieder geval even verder gaan. Zo, ik heb mijn bel erbij. En ik pak die even in mijn hand, want die hebben we namelijk nodig om even wat van die houtblokjes weg te hakken. Is die big nou serieus nog steeds niet dood? Nee, ik geloof het niet. Hij staat daar gewoon, hè. Oh my god, als een fucking retard. Oké, nu ga je me niet meer eraf krijgen, hoor, big. Nee. Oh, die zit daar zweeft ook gewoon, hè. Oh my god, what the fuck? Wat veel biggen, jongen. Dat heb ik nog steeds niet begrepen. Die biggen die spannen er echt nog steeds naast. Tot de dag van vandaag. Heel apart. Maar nu heb ik wel weer lekker veel porkchop erbij. 8 in totaal. Zeer netjes. Nu moet ik natuurlijk niet doodgaan. Zo erg jammer zijn als ik nu weer dood ging. Dan voel ik mezelf eigenlijk best wel heel erg noob. Dan moeten we dus proberen te voorkomen. Daar heb ik laatst natuurlijk dat hele rare gat gemaakt. Waar ik dan een waterval uit wou laten komen. Nee, het probleem is dat ik namelijk nog geen bucket heb. Dus daar kan ik nog vrij weinig mee. Of heb ik wel een bucket? Ja, die heb ik trouwens wel. Die had ik in het begin gekregen. Dus dat kunnen we weghalen zo. En als het goed is, kan ik dan met mijn acacia, die ik nu gewoon niet bij me heb, omdat die zeer waarschijnlijk is gevallen, kan ik hier een soort van waterlift maken, die ik dan kan gebruiken om snel beneden te komen. Dat is natuurlijk super dood, want we hebben namelijk hier al een heel groot gedeelte. En vandaar zou het wel handig zijn om een soort van lift te hebben, dus die gaan we even fixen. Wat ik daarvoor natuurlijk wel eerst even moet hebben, is een bucket die wij zeer waarschijnlijk hier beneden hebben liggen. En ik moet natuurlijk even wat van die acacia planks hebben, om even dat soort van gat mee af te maken, dat zou namelijk hartstikke fijn zijn. Dus laten we even naar beneden gaan, laten we dat even op gaan halen. Hallo biggetjes, hallo, kan ik jullie killen? Ja, dat heb ik al geprobeerd, dat kan. Moet ik het natuurlijk niet weer gaan proberen. Dan zijn er namelijk zo meteen heel erg weinig biggen. Ik kan het trouwens wel even gaan breeden. Echt heel apart dat die biggen telkens ernaast spannen. Echt, het lijkt me niet logisch namelijk dat ze eruit gaan. Het lijkt me alleen logisch dat ze er ook daadwerkelijk uit spannen. Zo. Doei biggetjes. Zo, nice. We gaan dus nu even snel naar beneden in de hoop dat we wat vet vinden. Of wat vets vinden in de hoop dat we nog een bucketje over hebben. Waarom liggen hier gewoon spullen? Wow, dat was echt heel erg random. Er liggen gewoon spullen. Geen idee hoe die daar komen. Maar ja, ze zijn er wel. Dat is fijn. Wat hebben we nou precies nodig? We hebben een bucket nodig. Dat is 1. Dus ik ga heel even kijken of we die hier ergens hebben. Hopelijk gaat die waterval ook daadwerkelijk super ver door. 2 acacia. Dat is mooi. Ik heb hier ook nog 1 jungle. Als we nou nog 1 jungle erbij weten te krijgen, ben ik super blij. Kan ik namelijk die boom het gaan maken. Als het goed is heb ik hier een bucket liggen. Ik heb hier 1 iron. Dat is leuk. Maar ik heb een bucket nodig. Heb ik nou serieus geen bucket? Jawel toch? Ik heb geen bucket. Huh? Die hoor je toch te hebben? Ligt dat nou aan mij of heb je buckets altijd nodig? Die heb je toch in het begin van Skyblock? Oh ja, hier. Nice. Ik heb er al water in zitten. Dat is mij toch een partijtje mooi. Nu moet ik natuurlijk niet doodgaan. Dan ben ik namelijk echt een retard. Als ik nu doodga met die bucket, dan ben ik echt een pineut. Dan kan ik namelijk nooit meer die cobblestone generator fixen als je ooit nog kapot gaat. Zou heel erg jammer zijn. Zaten we dat sowieso gaan voorkomen? Ik wil dus een boom het gaan maken. Dat lijkt me namelijk een super leuk idee om te gaan doen. Voor de rest moeten we nog even snel de koeienfarm gaan maken. Dus het lijkt mij een leuk idee om de koeienfarm te maken zodra we weer een nieuw plateau hebben aangemaakt. Ik weet niet wanneer dat is. Dat is waarschijnlijk over een paar episodes. Al misschien al wel de volgende episode. Dat weet ik nog niet. Dus het ligt er maar net aan hoe snel wij bezig zijn met... Ik moet nu niet doodgaan. Fuck jou. Nice, ik moet nu even snel eten, want ik wil namelijk nu echt niet doodgaan.
Het zou echt heel erg lullig zijn als ik nu dood kan. Want ik heb namelijk nu een bucket met water bij me. Zonder die bucket met water kan ik helemaal niets meer. Zo erg jammer zijn. Dus laten we dat voornamelijk gaan voorkomen. Ik hoop dat ik hier veilig naar boven kan komen. Dat zal, weet je, YOLO. Weet je, YOLO in een goede defensie. Hopelijk is hier niks boven. Dan ben ik echt een lul. Is hier niks boven? Nice. Kijk, ik wou dit doen. Moet ik even kijken. Ik heb de acacia bij me. Dat is mooi. Ik wou dit doen. Zo. Wou ik dat zo doen? Ja, ik wou zoiets doen. Kan ik nu naar beneden gaan? Veilig? Dat zou heel fijn zijn. Kan dat? Ik hoop dat hij boven die boom uitkomt. Dan ben ik echt heel erg blij. En dan wou ik zeg maar hier. Dan wou ik dan zeg maar weer verder gaan. Ik ben ook allemaal sterren kwijt. Mijn leven is soms op sommige momenten echt heel erg kut. Maar werkt hij wel? Ik hoop het eigenlijk wel. Werkt hij? Oh, hij werkt nog niet. Ik moet natuurlijk niet. Ik moet wel uitkijken dat ik nu niet val. Hè? Dan ben ik namelijk dood. Even kijken. Werkt hij? Zo, hij werkt. Nice! Hij werkt. Oh, hoe dope. We moeten even kijken hoe we dit zeg maar gaan fixen. Als we deze boom nou hier voor altijd laten staan. En we doen zeg maar dit. Hij werkt wel. Daar gaat het natuurlijk om. Alleen moet ik even kijken. Of gaat hij ernaast? Ja, hij gaat ernaast. Dat is goed. Als ik nog even een klein plateauotje kan aanleggen. Dat hij daar zeg maar doorheen gaat. Dan ben ik eigenlijk voor altijd gered. Kan ik heel erg makkelijk naar boven naar beneden komen. Wat natuurlijk super chill is. Die bucket doe ik snel terug. En ik maak even snel zo meteen wat van die prachtig mooie sters van acacia. Die ik dus bekwijt ben geraakt. Omdat ik er vanaf ben gevallen. Door een big. Dus eigenlijk ben ik gewoon vermoord door een big. Maar laten we daar maar even doorheen kijken. Door die stomme suicidale big. Die ik uiteraard alsnog heb vermoord. Want we hebben alsnog zijn vlees nodig. Maar we gaan dus nog een boom maken. Moet u nog een objective board maken? Lijkt me namelijk heel erg leuk om te doen. Er zijn nog enorm veel dingen die we moeten doen in deze serie. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk. Dus hopelijk knallen jullie daarvoor even een like op deze video. We hebben één klein probleempje. Dat is zeg maar het volgende. Dat is nou, bones. Nice. Dat is namelijk dat we even kijken. We moeten kijken hoe die waterlift het best werkt. Want ik wil er natuurlijk wel voor zorgen dat we ook daadwerkelijk die waterlift aan de praat krijgen. En dat die ook echt werkt. Anders heeft het natuurlijk geen nut om een waterlift te gaan maken. Dus even kijken. Want hij gaat nu zeg maar daar overheen. Dus we moeten even kijken hoe we dat het best kunnen doen. Want hij gaat nu over een boom heen. Dus we kunnen zeggen dat we deze bomenfarm zeg maar hier zo afsluiten. Dat ik zeg maar dit hier weghak, ga ik gewoon doen. Dat de bomenfarm hier afsluit. Dat ik hem dan altijd iets kan uitbreiden naar de andere kant. Dus bij deze. Dus moeten we natuurlijk wel even dat dirt meenemen. Want dirt is namelijk zeldzaam bij Skyblock. Als we dan deze ook nog even weghakken. En dat dirt, en dan gaat dat water zo meteen naar beneden. En dan kunnen we hier zeg maar een klein plateauotje maken. Waar we dan zeg maar de waterlift naartoe laten komen. Lijkt me persoonlijk wel een leuk idee. Dus laten we dat voornamelijk, of laten we dat ook gaan doen. Dus het is nu simpel. We moeten nog een koeienkennel hebben. We moeten nog een boomet hebben. Dat zijn eigenlijk de twee nummer 1 prioriteiten. Want zonder die twee dingen kunnen we eigenlijk vrij weinig. Tenminste, zonder een boomet kunnen we wel leven. Alleen zonder een koeienkennel kunnen we niet gaan enchanten en zo. En dat zou heel erg jammer zijn. Nu ben ik trouwens wel weer wat XP kwijt omdat ik net dood ben gegaan. En daar baal ik nou weer van. Hè? Dat vind ik nou weer jammer. Ik heb wel twee carrots. Dat is nice. Zo. Deze mag ook weg. Oké. En dan mag dit weg. En dit weg. Nu moet ik even kijken hoe lang het gaat duren voordat dit helemaal naar beneden is gegaan. Kijk, nu komt het hier. Dus even kijken. Ja, het komt nu hier. Kijk, nu komt het er al een beetje tussendoor lopen. Dus als ik nou voor elkaar krijg om dit een beetje uit te breiden, zeg maar. Dit plateau hier. Dan kan ik daar iets heel vets van maken. Dus ik ga er nu gewoon even langs heen, zo. Nice. En heb ik uiteindelijk zeg maar gewoon even een mooie waterlift. Waardoor ik niet elke keer heel erg ver hoef te lopen. Ik ga gewoon onder zoveel dingetjes ga ik een waterlift maken. Leek mij persoonlijk een goed idee. En ik schrok me helemaal kapot. Ik dacht namelijk dat ik weer dood zou gaan. Oké, dit mag hier trouwens allemaal blijven. Kijk, dit is helemaal geen probleem. Nee, deze trouwens ook niet. Dit vind ik een beetje... Ja, dit kan wel. Nice. Zo. Dit mag hier allemaal blijven. Dat is helemaal geen probleem voor mij. Dus deze jungle tree die is... Even kijken, hoeveel heb ik er nou? Ik moet nog één jungle sapling hebben en dan heb ik er genoeg. Dus bij deze. Namelijk nog één jungle sapling hebben we genoeg voor het maken van een boomhut. En ik weet niet waarom ik een boomhut ga maken. Maar het leek me wel leuk om te gaan doen. Gewoon een boomhutje, weet je wel. Dat is het leuke aan Skyblock. Je hebt overal de plek om te gaan bouwen. Dat is echt zo fucking dope. Dat moet ik wel eerlijk toegeven hoor. Heel groot voordeel aan Skyblock is gewoon dat je overal kan bouwen. Dus dat is... vrij chill. Heb ik nog een zwaard trouwens. Want ik zie die trouwens nu niet in mijn inventaris zitten. Ah, een zwaard. Nice. Ga ik heel even wat PvP'en voor de XP. De XP heb ik namelijk uiteindelijk nog... Dit lijkt net als een fucking... hoe heet je dat ook weer? Een Polonaise, toch? Of Polonaise, heet dat zo? Ja, kijk dan. Dit is gewoon een fucking Polonaise. Ja, la 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 la. Oh my god. Dit is wel echt de beste XP farm ever, weet je dat? Ze kunnen er ook gewoon niet doorheen lopen. Omdat ze zo dom zijn. Dat is echt zo dom. Dat is in tekenfilms, weet je wel. Dat ze dan allemaal door dezelfde deur proberen te komen. Dat lukt ze nooit. Oh, hier dus ook niet. Zo. Nice. Kijk, als, kan ik een music disc krijgen? Zo. Fuck jou. Fuck jou, fuck jou, fuck jou. Ja, nice, 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 nice. Hier, schiet, schiet, schiet. Oh, nice. Mob griefing staat uit. Ik was wel even bang. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee.
Oh yes, nu heb ik zijn bow ook nog gekregen. Hoe baas zijn creepers soms wel niet. Soms kan ik wel eens een keer een kusje geven aan die creepers. Niet letterlijk, maar ik bedoel zo van... Goed werk, creeper. Leuk dat je een skeleton voor me hebt vermoord. Ook is het een soort van soortgenoot van... Dat maakt niet uit, ik ben aardig. Ik bedoel, ik geef hem toch een compliment. Krijg ik hier trouwens saplings van? Die heb ik namelijk echt heel erg hard nodig. Alsjeblieft. Als ik nu geen sapling krijg, ben ik echt een lul namelijk. Oké, dit ziet er goed uit. Ik moet dit natuurlijk wel even aan elkaar vast proberen te maken. What the fuck? Waarom gaat dit zo retarded? Ik heb er geen idee. Dit lijkt er wel op, weet je. Alleen nog even wat meer cobblestone nodig. En dan kunnen we de volgende episode hopelijk gaan beginnen aan die bomen. Daarvoor moeten we wel eerst even wat meer van die saplings hebben. Dus hopelijk krijgen we die. Anders zitten we echt met een klein probleempje. Ik heb hier sowieso nog wel één hoor. Dus zo weinig hebben we die niet. Maar toch, het gaat even om het idee. Dus hopelijk weten we daar nog een paar van te bemachtigen. Zou ik in ieder geval heel erg fijn vinden. Maar jongens, bedankt voor het kijken van deze nieuwe episode van Minecraft Skyblock met Job. Vond je hem leuk? Knal even een like op deze video. En ja, deel deze video natuurlijk even met je vrienden op elk social media platform dat er is: Facebook, Twitter, Hives Games. Wat de fuck het dan ook mag zijn. Knal even een like op deze video. En dan zeg ik tot de volgende keer bij een nieuwe Skyblock. Met Job. Bedankt voor het kijken en ik zeg ciao.